Als je te maken hebt met armoede, maak je dingen mee die soms zo ingrijpend zijn dat ze je leven kunnen beheersen. We praten dan over ontwrichting of ontwrichtende gebeurtenissen. Het kan gaan om gebeurtenissen die je plotseling overkomen of langdurig blijven spelen. Als dat gebeurt, kun je je machteloos, besluiteloos of zelfs slachtoffer voelen. Deze ervaringen laten zich niet zomaar wegpoetsen. En ze kunnen je gedrag beïnvloeden. Je kunt je terugtrekken, stil worden, je wordt niet gezien. Soms uit je onvrede in agressie of zijn huilbuien en depressies je deel. Dan word je beheerst door je verleden, je ervaring. Voor ervaringsdeskundigen zijn deze ervaringen het uitgangspunt om te ontwikkelen, te groeien en nieuwe inzichten te krijgen. Een ontwikkeling die je pijnlijke ervaringen omzetten naar kracht. Hoe? Je vertelt je verhaal, omdat je door je verhaal te delen goed beseft dat je niet alleen bent met je ervaringen. Dat geeft herkenning en erkenning. En dat is belangrijk. Zeker als je je niet begrepen hebt gevoeld. Zo'n ervaring geeft je inzicht. Die nieuwe inzichten kun je gebruiken om anderen verder te helpen die in een vergelijkbare situatie zitten. Als je dat kan, mensen steunen en mensen helpen, kun je vervolgens werken met professionals, hulpverleners, zorgverleners, beleidsmakers, bestuurders, docenten en meer om samen meer te bereiken in het oplossen van de problemen die veroorzaakten dat je zelf in de moeilijkheden kwam. Je bent gegroeid van ervarene naar ervaringsdeskundige die in de praktijk werkt als ervaringswerker. Een heel traject, maar ontwikkelen kost tijd. En het is de moeite waard, heb ik zelf ervaren.